De nieuwe Knokkenberry is uit en dat betekent dat we die natuurlijk gaan kopen. Maar er is een klein probleempje, want de vorige nieuwe knokker, Drago, heb ik nog niet eens rank level 25. En dat kan natuurlijk niet, want al mijn knokkers zijn rank level 25 plus. En dat moet natuurlijk ook met Drago gebeuren. Dus ik mag Berry pas kopen en die kost trouwens in totaal, moeten we even wachten, 18 euro. En dan mag ik die dus pas kopen op het moment dat ik Drago naar de rank level 25 heb gepusht. Nou scheelt het wel dat ik al heel veel potjes heb gespeeld voor de opname. Dus we missen nu 11 trofeeën. En we hebben een kleine winststreak van 3. Dus eigenlijk 1 potje winnen. En we hebben de rank level 25 gehaald. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. We gaan gewoon lekker duo showdown doen met de random. En we komen er wel achter. Misschien dat ik heel veel potjes bezig ben als ik weer een paar keer verlies. Maar dat hoop ik niet. Ik hoop dat we gewoon meteen een potje kunnen winnen. Ik heb geen zin om nog een uur lang potjes te moeten spelen. En dan weer verliezen, winnen, verliezen, winnen. Ah, we komen erachter. Eén ding is zeker. Ik ga net zo lang pushen totdat we de rank level 25 hebben gehaald. En dat we Berry mogen kopen. En dan gaan we daar natuurlijk dan ook een potje mee doen. En je krijgt trouwens ook nog allemaal andere rewards erbij. 80 edelstenen, nog wat coins, een skin erbij. Dus in dat opzicht is het wel een leuke aanbieding. Nou is 18 euro natuurlijk nog steeds heel veel geld voor een knokker. Je krijgt er wel wat extra's bij, maar het is nog steeds veel geld. Maar voordat we alles gaan doen en voordat we gaan beginnen met deze video, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 3000 likes voor de nieuwe Knokkenberry. Zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je natuurlijk zelf ook de nieuwe Knokkenberry kopen, vergeet dan, niet de code BOOS te gebruiken in de shop. Wordt gewaardeerd als jullie dat doen natuurlijk. Maar laten we maar beginnen en dan gaan we gewoon even een potje duo showdown doen. Als we eerste worden, hebben we de rank level 25 sowieso gehad. Tweede denk ik net niet. Want dan hebben we winststreak van 4 of van 3. Volgens mij krijg ik dan 3 bonus trofeeën erbij. En als we een tweede worden, krijgen we de 7. Dus dan heb ik 10 in totaal erbij. En we hebben er 11 nodig. Of misschien dat we dan wel net voldoende hebben. Nou, ik weet het niet zeker. Daar komen we naar dit potje wel achter. Maar we gaan er gewoon vanuit dat we natuurlijk eerste gaan worden. En we hebben geen slecht begin. Ik heb trouwens een Otis als teammate. Ja, zonder gadgets? Of heeft hij... Ja, nee, heeft hij een sterke... Nee, ik weet niet. Dan moet ik even uitkijken. Dat was wel iets heel aanvallend van mij. Oké, we hebben nu al meteen een probleem. Ja, moet hier even uitkijken. Ai, 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 ai. Gaat dit nog goed komen? Gaat dit nog goed komen? Ik weet het niet. Ik zal mijn gadget aanzetten. En dan even mijn super. Oi, 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 oi. Dat ik dit heb overleefd. Oi, 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 oi. Dat was wel echt een hele close call. Ja, Otis, je mag blij bij mij zijn. Want je was hier eigenlijk al lang af geweest. Oké, kunnen we even kijken of we hier misschien wat kunnen pushen. Zal wel nice zijn. Dat we in ieder geval weer één team uitschakelen. Ah, wat doe je, Otis? Jongen, jongen, jongen. Laat je nu zomaar killen door die crow? Gaat hij nu dood? Nee, hij overleeft het net. Maar ik heb geen idee waar die Otis mee bezig is. Ik zie jou niet meer als mijn teammate. Ik ga gewoon lekker hier vluchten. En dan hoop ik dat ik hier eventjes veilig kan zitten. Die Otis die moet wel doodgaan door die crow. We zitten in ieder geval in de top 3. Dus dat is mooi. Als we top 2 zouden halen, zou ik al heel tevreden zijn. Hoezo, heeft hij die crow nog gekild? Dan kijk ik even of er nog krachtpunten hier zo liggen. Even kijken, daar lagen inderdaad krachtpunten. Maar ja, die Karel die heeft het ondertussen gepakt. Eikel. En kan ik jou nu hebben misschien? Oh, als we die Karel nu hebben. Hebben we het al gehaald? Nee, 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 nee. Oké, er is één team over. Maar die hebben heel wat meer krachtpunten als wat wij hebben. Dus ik denk dat dit wel pittig gaat worden. Ja, dit gaat hem niet worden. Nou, we zijn tweede geworden. Maar krijgen we nu 11 of 10 trofeeën erbij? We hebben 7, dat wist ik. Maar hoeveel bonus trofeeën heb ik er? Oh, we hebben er 3. Dus in totaal heb ik nu 10 trofeeën. Dus we missen 1 trofee. Nou, op zich wel bijzonder dat we dat potje nog hadden gewonnen. Ik weet, leuk gemaakt. We doen gewoon solo showdown. Volgens mij als ik 5e word, krijgen we al 1 trofee erbij. Dus dan moet ik gewoon in de top 5 eindigen. En dan hebben we het gehaald. Dan hoop ik nu wel dat het goed gaat komen. En niet dat ik nu meteen de laatste ga worden. Dan word ik chagrijnig. Dat is echt heel irritant. En trouwens, zieke nieuwe haircut. Kapper OD, dikke shout-out naar jou. Ja, het is weer flex, hè. Het is weer mooi strak. Maar laten we maar even dit potje gaan spelen. En eens kijken of ik hier in ieder geval in de top 5 kan komen. Ik hoef echt niet eerste te worden. En het liefst ook niet laatste, maar gewoon een beetje middenmoot. Dan ben ik tevreden. 5e, 4e, ik vind het allemaal mooi. Oké, er is hier een Colt. En een Surge. Oh, ik zie hier nog een krachtpunt liggen. Die wil ik wel hebben. Kunnen even kijken. Oh, die gaan nu met elkaar vechten. Ga even... Oh, dan blijf ik hier mooi achter. Ja, dan ga ik even mooi deze krachtpunt pakken. Prima. Ik wacht hier gewoon even in de bosjes.
Is misschien een beetje zielig, maar ik wil gewoon dit potje winnen of in de top 5 komen. Ik heb geen zin om 8e of 7e te worden. Nou, dat kan nu al. Nou, het kan nog 7e worden. Maar het gaat in ieder geval prima. Ja, we zitten ondertussen in de top 5. Dat is mooi. Maar ik weet trouwens niet 100% zeker of we er 1 bij krijgen als we 5e worden. Ik dacht het wel. Maar 4e, dan weet ik het helemaal zeker dat we de rank level 25 hebben gehaald. Dus kom op, ga nog dood. 1 iemand en dan hebben we het gehad. Ja, top. Dan kunnen we nu mooi in de aanval. We hebben het toch al gehad. Let's go. Nou, uiteindelijk is dit nog redelijk soepel gegaan. En ik ga veel te aanvallen nu, maar dat maakt toch niet meer uit. We kunnen nu gewoon lekker aanvallend spelen. Daar had Mortis nog kill gemaakt en hierboven zit de Colt. Dan kunnen we misschien beter eerst op die Colt gaan. En volgens mij dacht die Mortis dat ook. Even kijken, wat gaat die Mortis doen? Ik hoop dat hun eerst met elkaar gaan vechten. Dat doen ze niet, dus dat is een beetje jammer. Zou ik die Mortis nu kunnen hebben? Dat zou misschien kunnen. Hatsee! Dan kunnen we nog eerste worden ook nog. Dat is helemaal lekker. Ja, dat is zeker lekker. Ik zal hier even mijn super aanzetten. Komt u maar, Colt. En dan ga ik jou wel kunnen hebben. Ga ik vanuit. Moet even kijken of ik weer 1 hit kan doen. Of in ieder geval, anders gaat hij denk ik zo wel dood door het gif. Ja, daar ga ik vanuit. Ja, inderdaad. Hij gaat dood door het gif. Top, en dat betekent dat we hebben gewonnen. Hey, lekker man. En dat betekent dat we mijn winstreak nog steeds hebben behouden. En dat we nu gewoon dik over de rank level 25 zitten. Dus dat is wel lekker. En dat betekent ook dat wij Barry mogen kopen. 18 euro aanbieding. En dat betekent dat we nu weer alle knokkers hebben. Ja, op zich ook wel terecht dat ik eerst even rank level 25 moest pushen. Want ja, ik heb met Drago dus nog niet extreem veel gespeeld. Ik was de afgelopen maand ook knijtendruk. Ja, want ik werk ook nog 3 dagen ergens anders. Ik had allemaal andere klussen ook nog tussendoor. Het was gewoon een druk maandje. Dus ik had niet zo heel veel tijd om echt te gaan pushen. En de video's, ja, dat lukte nog maar net om allemaal te maken. Maar Barry, ik had hem gekocht, toch? Of moet ik nog geld toevoegen op mijn account? Nee, hier is hij. Barry, gekocht! En dat betekent dat ik nu 26 van de 26 knokkers heb. Dan doen we nog even een potje met Barry. En daar sluiten we deze video mee af. En dan gaan we eens kijken of wij dan iedereen kunnen slopen. Het spel loopt een beetje vast, om eerlijk te zijn. Als het goed is, moet hij er nu wel tussen staan. Ja, hij staat er ook tussen. Barry is gekocht! Hey. Oh, en nog 1 potje winnen krijgen we ook nog een starter-up erbij. Dus we gaan even een potje solo showdo doen met Barry. Tegen randoms krijgen we nog een starter-up erbij. Maar ik denk eigenlijk wel dat we dit moeten kunnen gaan winnen. Knokbal is trouwens ook wel een goeie met Barry. Ja, maar die kogels van Barry, dat heb ik al laten zien in de video wat ik over hem mocht maken. Die blijven mega lang liggen. Je kan eigenlijk met 1 kogel, kan je al bijna een kist openen. Check dit dan. Oké, daar blijven we mooi damage doen. Ja, ik had daar bijna 1 kist al. Ja, moet ik eigenlijk eerst een krachtpunt hebben. Uh-oh, nu moet ik trouwens wel uitkijken voor die El Primo. Ondanks dat het een bot is, kan het nog wel gevaarlijk zijn. Maar je ziet inderdaad dat die kogels gewoon knijtenlang blijven liggen. Dat is echt niet normaal. Hier weer even een hit. Dus zolang ze stil blijven staan, dan heb je echt heel veel tegenstanders heel makkelijk gekild. We kunnen even hierheen gaan. Hatsee. Ah, dan mis ik mijn kogels. Ja, dat is weer jammer. Even kijken waar die Carol nu zit. Oh ja, en je krijgt natuurlijk ook levens erbij op het moment dat je bovenop je eigen aanval staat. Dat is eigenlijk een best wel goede tactiek die je best wel kan toepassen. Stel, je gooit hier de hele tijd je aanval in. Dan krijg je wel de hele tijd levens erbij. Dan kan je denk ik super lang overleven in het gif. Misschien is dat wel weer een tactiek dat je heel lang kan overleven in het gif met Barry. Zou misschien best wel kunnen. Misschien in combinatie met de andere knokker die ook lang kan overleven in het gif. Dat dat wel zou kunnen werken. Ik zal hier even mijn super aanzetten. Hier komt u maar. Ja, oké. Okay, dat ga ik niet overleven. Ik had ook wat minder krachtpunten als die grip. Maar we zijn 2e geworden. Dus dan hebben we in ieder geval het eerste potje gewonnen. Starter op erbij. En dat is een epische. Nou, prima. 200 coins erbij. Ik vind het helemaal mooi. Weet je wat? We doen nog even 1 potje knokbal. Daar sluiten we helemaal mee af. Want dan heb je gewoon wat meer tegenstanders. En dan heb je er ook meer aan dat je kogels lang op de grond blijven liggen. Omdat je gewoon meer tegenstanders hebt. En dan heb je kans dat je meerdere tegelijkertijd kan raken. Of als je hem op een tactische plek neerzet, dat ze er bijna overheen moeten lopen. Zoals hier in het begin. Dat is wel lekker. Dan kan je het gewoon in de opening gooien. En elke keer als ze door die opening heen willen lopen, dan krijgen ze dus een hit tegen. En hier even teamgenoten levens erbij. Geven. Ik denk dat dit echt een hele goede supportknokker gaat zijn, Barry. Kijk, dit is ook nice. Hier eventjes een aanval. Die was wel echt OP, jongen. Ja, dat is wel echt heel erg nice. Nou ja, score mij, jongens. En dan... Ach, jongen, wat doe je nou? Misschien wou hij nog extra damage doen, maar dat vind ik wel irritant. Ik wil gewoon dit potje eventjes winnen. Zorgen dat we die trofee erbij krijgen. Misschien dat Bussen dit gaat scoren.
Ja, hij heeft gescoord. Mooi, en dat betekent dat we wel hebben gewonnen. Ik denk echt wel dat Barry een leuke, goede knokker gaat worden. Ook op wat hoger niveau. Maar daar komen we binnenkort achter. Ik ga Barry binnenkort doorpushen. Gaan we die upgraden natuurlijk. En daar gaan we dan veel potjes mee doen. Maar voor nu laat ik het erbij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken we uit. En abonneer, dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doei hè!